Het is een prachtige dag om een spelletje te spelen, want het is Halloween. En dan moet je enge spelletjes spelen. En niet zo op deze manier met allemaal licht in ons gezicht. Nee, Tjeerd. Jij moet echt bang worden. Dus. Zo. Zo zijn we in de juiste sfeer, of niet, Tjeerd? Oh, ik word weer zo grandioos misbruikt voor leedvermaak purposes hier. Ik heb nog geen leedvermaak. Laten we snel beginnen met The Evil Within 2. Want dat is natuurlijk een van de meest scary games die de afgelopen tijd is uitgekomen. Tenminste, ga ik even vanuit. Nee, Tjeerd. Ik hoef het allemaal niet te horen. Het is een soort van nachtmerrie. Ja, nachtmerrie. Ja. En dat wordt misbruikt om je met allemaal jumpscares te... Dat was de eerste horror. Er staat iemand achter je. Oeh, het is een klein meisje. Niemand vindt kleine meisjes eng, toch? Er is nog nooit een klein meisje één geweest. Wat doe je? Nee. Gewend, dit is... Oeh, wacht, er staat... Oeh. Er wordt altijd dit, jongen. Oh. Altijd dit, altijd kleine meisjes in de fik. Oeh, nasty, hoor. Nou. De sfeer zit erin. Oké, ik vertrouw ervoor geen meter. Dat is echt een weird-ass cat, jongen. Oké, what the fuck, kat? Wat is get the life? Fuck away from me. Waar ben je bang voor? Dat je... nee, come on. Ik vind echt fuck aan. Het is een game die alleen maar bedoeld is om je bang te maken. Ik snap niet wat er leuk aan is. Zo, wat gebeurt er met hem, jongens? Dat is een hersenen worden eruit geblazen. Ja, hij is dus zijn hoofd geschoten met een high caliber gun. Wat kan er gebeuren? Nou, want ik verwacht dat er elke moment iets engs gaat gebeuren en dat gaat er gebeuren! Ja, denk je wel. Oké, nou, ik heb genoeg geïnvestigate. Ik heb genoeg door hersenen gelopen. Weet je, het engste vind aan dit soort games is het geluid. Ik trek het geluid compleet niet. Misschien moet je even je gezicht in zijn brain stoppen, zo. Even zijn brain motorboten. Klang! Oh. Nee, schrik je er niet van. Nee, ik schrik er niet van. Ik denk van, dat ja, dat, zo weinig schrikmomenten in, laat ik er zelf wijn creëren, maar helaas. Ah, man. Ah, nu is die weg. Wie is weg? Er zat zo'n... Je begint te hallucineren, denk ik. Ik zag helemaal niks. Je zag het wel. Nee. Waarschijnlijk nu achter je. Nee! Oh god. Wat hoor je? Kijk dan! Het is donker. Allemaal spoken hier. Oh ja, ik zie... Oh ja. De hangerlui. Ik wil er helemaal niet heen. No. Ja, en nu? Oh nee, kut. Oh. Fucking hell, jongen. Trek deze shit niet. Oké. Wegwezen. Dacht ik al! Spring. Rennen, bitch! What the fuck? Het zat toch even bijna in je ballen, dat. Hoe komt ze weer? Godsamme, opzouten! Hier! In een van je hoofden. Wacht, het heeft gewoon een lichaam van embryo's, zeg je dat? Oeh, een dikke spuit. Een syringe. Dit spuit je ook gewoon zo in je... Oh, een willekeurige spuit, laat ik het in mijn arm steken. Ja, dat denk ik ook altijd. Als ik in een nachtmerriewereld zit. Als ik door het Vondelpark loop en ik voel me niet zo lekker en ik zie er een spuit leggen, dan denk ik van, oh, tjup. Wow,
Wauw, dat is echt inlevend in de next level. Nou, maar echt, jongen. Wat? Oh, man. Oh, ik trek het niet, man. Dit is een fucking polygoon in shit, hè? Eet het op. Lekker. Oeh, heeft helemaal gebroken. Ga niet op mij heen kotsen, hè? Nee, ik ga niet kotsen, maar ik moet wel kokhalzen. Nee, dat doe je ook die kant op, maar alsjeblieft, voor de zekerheid. Oeh jee, daar kun je niet overheen springen, is te ver. Oh. Ai, 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 ai. Ik word er wel een beetje. Weg gedaan, ik bedoel. Dat was. Oh. Nee, het was een leuke snack. En gelukkig was het niet te eng. Ik ben teleurgesteld. Ik heb wel bijna moeten kotsen. Ja, dat was wel een leuk moment. Ja, klopt. Dat is wel nieuw ook. Gewoon, ja. Ik heb nog niemand zo heftig zien reageren op iemand die in een game polygonen zit te vreten. Echt heel bijzonder. Vond ik wel leuk. Ja. Dus, nou, dank jullie wel voor het kijken. Geniet van je Halloween. Ja. En, eet geen botten of stukken oud vlees. Niet? Nee. Nee. Dat is jouw tip van vandaag? Nee, daar moet je van overgeven. Oh ja. En de volgende keer gaat Chit echt een engere game spelen, want dit viel me vies tegen. Volgende Halloween. Ik hoop dat jullie wel genoten hebben. Hoi!